De horlogewinkel in de Bartel-Jorisstraat in Haarlem is voor Corrie ten Boom 52 jaar lang een schuilplaats geweest. Ze groeide erop te midden van een goed gezin, waarvan vader de spil was. Iedere ochtend hield hij met het personeel uit de winkel en de familie een dagopening. Hij leerde zijn kinderen, Nolly, Betsy, Willem, Corrie, dat de echte schuilplaats in God is. Toen in 1940 de oorlog uitbrak en de familie ten Boom zag wat er met Gods volk gebeurde, stond er voor hen één ding vast: hun huis zou altijd openstaan voor Joden die onderdak zochten. Het was 5 voor 8, 5 minuten voordat een nieuwe spertijd inging. Vader, Betsy en ik zaten aan de tafel in de eetkamer. Vader was bezig horloges in zijn binnenzakken te doen en Betsy zat te naaien, terwijl onze grote zwarte kat tevreden spinnend op haar schoot lag. Toen werd er op de deur van de steeg geklopt. Ik keek in het spionnetje. Daar in de heldere lenteschemering stond een vrouw. Ze had een koffertje bij zich en droeg, vreemd voor deze tijd van het jaar, een bontjas en een voile. Ik ren het trapje af en deed de deur open. Mag ik binnenkomen? Vroeg ze. Haar stem klonk hoog van de angst. Natuurlijk, ik deed een stap achteruit. De vrouw keek achterom voordat ze het portaal instapte. Mijn naam is Kleermaker, ik ben Joods. Dag mevrouw, zei ik en stak mijn hand uit om haar koffertje over te nemen, maar ze hield het vast. Wilt u niet verder komen? Vader en Betsy stonden op toen we de eetkamer binnenkwamen. Mevrouw Kleermaker, mijn vader en mijn zuster. Ik wil er net tegen zetten, riep Betsy. U komt precies op tijd. Vader zette een stoel bij de tafel en mevrouw Kleermaker ging zitten. Nog steeds hield ze haar koffertje stevig vast. De thee bestond uit oude theeblaren die zo vaak opnieuw weer gebruikt waren dat ze het water alleen nog maar een kleurtje gaven. Maar mevrouw Kleermaker nam het dankbaar aan en begon meteen te vertellen hoe haar man een paar maanden geleden was gearresteerd en haar zoon ondergedoken. Gisteren had ze van de SD, de Duitse politie die onder de Gestapo werkte, het bevel gekregen de kledingzaak die het eigendom van haar familie was te sluiten. Ze durfde niet meer terug te gaan naar het huis boven de winkel. In dit huis, zei vader, is het volk van God altijd welkom. En zo groeide het gezin ten Boom. Maria, Thea, Eusie, Henk, Meta, allemaal kregen ze een plaatsje in de BJ. Een geheime kamer werd geïnstalleerd. Er werden oefeningen gedaan. Als de zoemer ging, moest iedere gast binnen 1 minuut verdwenen zijn. Het was 28 februari 1944. Corrie was ziek. Ze lag met koorts in bed. In mijn koortsdromen ging er al door een zoemer, ononderbroken. Waarom hield dat niet op? Schuivelvoeten, vuistenstemmen. Schiet op, schiet op. Plotseling zat ik recht overeind. Er liepen mensen langs mijn bed. Ik draaide me om en zag net Thea door het lage deurtje verdwijnen. Meten achter haar, dan Henk. Eindelijk drong het tot mijn versufte hersens door dat het echt was. 1, 2, 3 mensen waren al in de geheime kamer. 4 toen de zwarte schoenen en rode sokken van Eusie verdwenen waren. Maar Maria, waar was Maria? De oude vrouw verscheen in de deuropening, hijgend, met open mond. Ik sprong uit mijn bed en half duwend, half trekkend bracht ik haar naar de geheime kamer. Ik liet het luik zakken en sprong weer in bed. Beneden hoorde ik de deuren slaan, zware voetstappen op de trap. Maar er was een ander geluid dat me de keel dichtkneep. De onderdrukte, rochelende ademhaling van Maria. Heer Jezus, bad ik, u hebt de macht te genezen. Wilt u Maria nu genezen?
Ik lag net weer in bed toen de kamerdeur opengestampt werd. Hoe heet je? Ik kwam langzaam overeind en keek, hoopte ik, slaperig rond. Wat? Je naam? Cornelia ten Boom. De man was groot en breed gebouwd met een vreemd bleek gezicht. Hij droeg een gewoon blauw kostuum. Hij keerde zich om en riep naar beneden. Er is hier nog één, Willemsen. Hij draaide zich weer naar mij. Opstaan, aankleden. Toen ik de dekens wegsloeg, haalde de man een papiertje uit zijn zak en keek erop. Dus jij bent het hoofd. Hij keek me met vernieuwde belangstelling aan. Zeg eens, waar is de schuilplaats van de Joden? Ik weet niet waar u het over hebt. De man begon te lachen. Nou, we zullen wel eens zien. Hij hield me voortdurend in het oog. Dus begon ik mijn kleren over mijn pyjama aan te trekken, terwijl ik mijn oren spitste of ik ook iets hoorde vanuit de geheime kamer. Je persoonsbewijs. Ik haalde een klein zakje tevoorschijn dat ik aan een bandje om mijn hals droeg. Toen ik mijn persoonsbewijs eruit haalde, viel er een pakje bankbiljetten uit. De man bukte zich, raapte het geld op en stopte het in zijn zak. Toen nam hij mijn persoonsbewijs en bekeek het. Eén ogenblik was het stil. Waarom hoorde ik het benauwde hijgen van Maria van Zuilen nu niet? De man gaf mij het persoonsbewijs terug. Schiet op! Maar hij maakte niet half zoveel haast als ik om uit die kamer weg te komen. Ik knoopte in de haast mijn vest scheef dicht en schoot mijn schoenen aan, zonder me om te bekommeren de veters vast te maken. Ik stommelde de trap af, terwijl mijn knieën knikten van angst en van de griep. De man achter me gaf me een duwtje en ik liep vlug de trap af naar de eetkamer. Vader, Betsy en Toos zaten op stoelen tegen de muur. Hier is de andere, zei de man die me beneden had gebracht. Ik heb inlichtingen dat zij het hoofd van de hele groep is. De man bij de tafel, die Willemse heette, keek me aan en richtte zijn aandacht weer op de buit. Je weet wat je te doen staat, kapitein. Kapitein greep me bij de elleboog en duwde me de 5 treetjes af naar de werkplaats. Een andere militair in uniform stond vlak achter de deur op wacht. Kapitein duwde me de winkel in en zette me tegen de muur. Waar zijn de Joden? Er zijn hier geen Joden. De man sloeg me hard in mijn gezicht. Waar is de bergplaats voor de bomkaarten? Ik weet niet waar u het over hebt. Kapitein gaf me weer een klap. Ik verloor mijn evenwicht en viel tegen de astronomische klok. Voor ik weer overeind kon komen, sloeg hij me weer en weer en weer. Pijnlijke klappen, waardoor mijn hoofd iedere keer met een ruk achterover knikte. Waar zijn de Joden? Weer een klap. Waar is de geheime kamer? Ik proefde bloed in mijn mond. Mijn hoofd talde, mijn oren suisden. Ik viel bijna flauw. Heer Jezus, riep ik luid, bescherm me. De hand van kapitein hield op. Als je die naam nog één keer noemt, vermoord ik je. Maar toch liet hij zijn arm langzaam zakken. Als jij niet wilt praten, zal die magere het wel doen. Ik strompelde voor hem uit het trapje op. Hij duwde me op een van de stoelen tegen de muur van de eetkamer. Door een mist zag ik hoe hij Betsy meenam de kamer uit. Boven ons klonk het geklop van hamers en het gekraak van hout, zodat we wisten waar een troep getrainde huiszoekers bezig was naar de geheime kamer te zoeken. Kapitein kwam met Betsy de kamer binnen. Haar mond was gezwollen en opgezet. Een blauwe plek tekende zich af op haar wang. Ze viel half neer op de stoel naast de mijne. O, Betsy, heeft hij je pijn gedaan? Ja. Ze bette het bloed van haar mond. Het spijt me zo voor hem. Kapitein keerde zich met een ruk om. Zijn bleke gezicht werd nog witter. Gevangenen stil, schreeuwde hij. 2 mannen stommelden het trapje op de eetkamer binnen. Ze droegen een voorwerp. Ze hadden de oude radio onder de traptree gevonden. Wetsgetrouwe burgers zijn jullie, hè? Ging kapitein verder. Jij daar, ouwe man, ik zie dat je in de Bijbel gelooft, hè? Hij wees met zijn duim naar het versleten boek op de plank. Zeg eens wat er over gehoorzaamheid aan de overheid in staat. Vreest God, haalde vader de tekst aan, en in die kamer klonken de woorden uit zijn mond zegenend en zeker.
vreest God en eert de koningin. Kaptein staat hem aan. Dat staat er niet. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, gaf vader toe. Er staat, vreest God, eer de koning. Maar in ons geval is dat de koningin. Het is niet de koning of de koningin, brulde kaptein. Wij zijn nu de wettige overheid en jullie hebben allemaal de wet overtreden. Te oordelen naar het kloppen en stampen boven hadden ze de geheime kamer nog niet ontdekt. Een telefoon, riep Willemsen. Hij keek ons allemaal loerend aan, greep me bij de pols en trok me achter zich aan het trapje af. Hij duwde de hoorn tegen mijn oor, maar hield hem zelf vast. Antwoorden, zei hij geluidloos. Hier is het huis en de zaak van Ten Boom, zei ik, zo formeel als ik maar durfde. Maar de persoon aan de andere kant van de lijn begreep niet waarom of ik zo vreemd sprak. Juffer Ten Boom, u loopt groot gevaar. Ze hebben Herman Sluren gevangen genomen. Ze weten alles. U moet voorzichtig zijn. De vrouwenstem babbelde maar door en de man naast me kon alles horen. Nauwelijks had ze opgehangen of daar ging de telefoon weer. Nu een mannenstem en weer dezelfde boodschap. Oom Herman is meegenomen naar het politiebureau. Dat betekent dat ze alles weten. Toen ik voor de derde keer mijn ongewoon formele begroeting had uitgesproken, hoorde ik een klik aan de andere kant van de lijn. Willemsen griste de hoor uit mijn hand. Hallo, hallo, schreeuwde hij. Hij rukte aan het toestel. De lijn was stil. Hij duwde me weer het trapje op naar mijn stoel. Onze vrienden hebben door, zei hij tegen kaptein, maar ik heb genoeg gehoord. Klaarblijkelijk had Betsy toestemming gekregen om op te staan. Ze stond brood te snijden aan het buffet. Het was zowaar al etenstijd. Betsy deelde brood uit aan alle mensen in de kamer, maar ik weigerde. De koorts kwam weer opzetten. Mijn keel deed pijn en mijn hoofd bonsde. Er kwam een man binnen. We hebben het hele huis doorzocht, Willemsen, zei hij. Als er hier ergens een geheime kamer is, dan moet de duivel hem zelf hebben gemaakt. Willemsen keek van Betsy naar vader en van vader naar mij. Er is een geheime kamer, zei hij rustig, en er zitten mensen in, anders zouden ze wel wat gezegd hebben. Goed, we zetten een wacht in het huis tot ze mummies geworden zijn. In de stilte die er op deze afgrijzelijke woorden volgde, voelde ik plotseling een zachte druk op mijn knieën. Het was Maherschal Gasbas, die op mijn schoot sprong en me vriendelijk kopjes gaf. Ik streelde zijn glanzend zwarte vacht. Wat zou er nou met hem gebeuren? Ik wilde niet denken aan de zes mensen boven. Sinds een half uur was de bel niet meer gegaan. Degene die mijn boodschap over de telefoon had begrepen, had natuurlijk het nieuws van het onheil verspreid. Klaarblijkelijk was Willemsen door dezelfde slotsom gekomen, want plotseling gaf hij ons bevel op te staan en onze jas aan te trekken. Kaptein gaf me een duw. Vooruit! Vader nam zijn hoge hoed van de haak aan de muur. Buiten de eetkamer bleef hij staan om de gewichten van de oude Friese klok op te trekken. We mogen de klok niet laten stilstaan, zei hij. Vader, dacht u nu heus dat we weer thuis zijn als de klok opnieuw opgewonden moet worden? In de Smedestraat stonden vele mensen achter een cordon van politieagenten te kijken. Toen Betsy en ik naar buiten kwamen met vader tussen ons in, steeg er een gemompel van schrik op, omdat men de good old fellow van Haarlem in gevangenschap zag gaan. Voor de deur stond een groene stadsbus. Op de achterste stoelen zaten soldaten. Zij die voor ons waren klommen erin, terwijl vrienden en bekenden tussen de mensen stonden te huilen. Vader, Betsy en ik werden op een tweepersoonsbank voor in de bus samengeperst. Het was een stralende winterdag. De lucht tintelde van licht. De bus begon te trillen en de motor sloeg aan. De politie maakte de weg vrij en centimeter voor centimeter reed de bus tussen de mensen door. Ik staarde met verlangende ogen uit het raam. Ik wilde Haarlem als het ware met mijn ogen vasthouden. Nu reden we over de Grote Markt.
De muren van de grote kerk glanzen in 1000 verschillende tinten grijs in het kristallenlicht. Het was als in een droom. We gingen alle weg uit Haarlem. Maar waarheen? ...28 februari 1944, arrestatie. 29 februari 1944, transport naar Scheveningen. 16 maart 1944, begin van eenzame opsluiting. In één opzicht was deze nieuwe cel een verbetering vergeleken bij de eerste. Er was een raam. 6 ijzeren staven overdwars en 3 van boven naar beneden. Het zat hoog in de muur. Veel te hoog om naar buiten te kijken, maar door deze 28 vierkantjes kon ik de hemel zien. De hele dag lag ik naar dat stukje lucht te kijken. Soms verschenen er wolken achter de vierkantjes. Wit of roze. Of met een gouden rand. En als de wind west was, kon ik de zee horen ruisen. Maar het allerbeste was dat elke dag bijna een uur lang en steeds langer naarmate de lentezon hoger aan de hemel kwam te staan, een bundel zonneschijn door de vierkantjes in die donkere kleine ruimte viel. En naarmate het weer warmer werd, nam ook mijn lichaamskrachten toe. Dan ging ik staan om de zonneschijn op mijn gezicht en borst op te vangen. En met het licht schoof ik mee langs de muur. En tenslotte stond ik om mijn tenen bovenop de krib om de laatste stralen op te vangen. Toen mijn gezondheid terugkeerde, kon ik ook langer lezen. Ik had eerst telkens 1 tekst tegelijk gelezen. Maar nu verslond ik als een uitgehongerd mens achter elkaar een heel evangelie. En kreeg daardoor een nieuwe blik op heel het grootse gebeuren van de verlossing. En terwijl ik las, kwam er een ongelooflijke gedachte bij me op. Was het mogelijk dat dit alles, wat zo zinloos en onnodig scheen, deze oorlog, deze gevangenis, deze cel, van tevoren voorzien was en niet iets toevalligs? Was dit dan misschien een onderdeel van het patroon dat in de evangelie geopenbaard werd? Had Jezus niet, en dit las ik werkelijk met intense aandacht, had Jezus niet net zo volledig en onbetwistbaar de nederlaag geleden als onze kleine groep en ons beperkte werk? Maar, als de evangelie dan het waarachtige patroon van Gods handelen lieten zien, dan was de nederlaag nog maar het begin. Ik keek de kale kleine cel rond en vroeg me af hoe van hieruit de overwinning zou kunnen beginnen. De deskundige in gevangeniszaken in de eerste cel had me geleerd van een baleen uit mijn korset een mes te maken door hem op de ruwe cementenvloer te slijpen. Vreemd genoeg vond ik het belangrijk het verloop van de tijd in het oog te houden. En daarom kraste ik met een geslepen baleien een kalender op de muur achter de krib. Wanneer er weer een kleurloze dag was omgekropen, dan streepte ik een vierkantje door. Ik begon ook bijzondere data onder de kalender op te schrijven. 28 februari 1944, arrestatie. 29 februari 1944, transport naar Scheveningen. 16 maart 1944, begin van eenzame opsluiting. En nu kwam er een nieuwe datum bij. 15 april 1944, mijn verjaardag in de gevangenis. 2 dagen na mijn verjaardag werd ik voor het eerst in de grote, weergalmende doucheruimte gebracht. Een norse bewaakster liep naast me. Haar dreigende blik weerhield me ervan me te verheugen over dit uitstapje.
maar niets kon mijn opwinding doven toen ik in de brede gang stapte na zoveel weken van alleen zijn. Bij de deur van de doucheruimte stonden verschillende vrouwen te wachten. Zelfs in de strenge stilte betekende deze nabijheid van mensen vreugde en kracht voor me. Ook de douche was verrukkelijk. Warm, schoon water over mijn geïrriteerde huid. Water over mijn vuile haar. Ik ging terug naar mijn cel met een nieuw besluit. De volgende keer dat ik naar de douche mocht, zou ik 3 evangeliën meenemen. De eenzame opsluiting had me geleerd dat je onmogelijk in je eentje rijk kunt zijn. Ik bleef niet alleen. In mijn eenzame opsluiting kwam een kleine, bedrijvige mier. Ik had hem bijna doodgetrapt toen ik mijn emmer naar de deur droeg, maar bedacht me plotseling wat een eer mij verleend werd. Ik ging op mijn hurken zitten en bewonderde de prachtige bouw van zijn pootjes en lijfje. Ik bood hem mijn verontschuldigingen aan dat ik zo groot was en beloofde dat ik voortaan niet meer zo gedachteloos zou rondlopen. Na een poosje verdween hij door een barst in de vloer. Maar toen ik mijn stuk brood die avond op het luik kreeg toegeschoven, strooide ik wat kruimeltjes op de vloer en tot mijn vreugde kwam hij bijna onmiddellijk tevoorschijn. Hij nam heldhaftig een groot stuk beet en worstelde net zo lang totdat het in het holletje was verdwenen. Daarna kwam hij weer terug om meer te halen. Dat was het begin van de vriendschap. Het was misschien een week later dat mijn celdeur openging en een medegevangene die dienst deed een pakje in bruin papier naar binnen gooide. Ik raapte het op, woog het op mijn hand en keerde het om en om. Het papier was opengescheurd en er nonchalant weer omheen gedaan. Maar zelfs ondanks deze slordigheid bespeurde ik de liefdevolle hand van Nolly. Ik ging op de krib zitten en maakte het open. Daar was, als een oude vreugdebode van thuis, het lichtblauwe geborduurde vestje. Toen ik het aantrok, was het of ik Nolly's armen om me heen voelde. Er zaten ook koekjes en vitamine in, naald en draad en een veelkleurige handdoek. Wat had Nolly de grauwe gevangenishonger naar kleuren goed begrepen. Ze had zelfs de koekjes in vrolijk rood cellofaanpapier verpakt. Ik nam juist een hap van het eerste koekje toen ik een idee kreeg. Ik trok de krib van de muur tot onder de naakte gloeilamp boven mijn hoofd. Ik klom er bovenop en vouwde van het papier een lampenkapje. Een vrolijke rode gloed verspreidde zich over de kale kleine ruimte. Ik pakte de koekjes in het bruine pakpapier toen mijn oog viel op het adres dat, in Nolly's zorgvuldige handschrift, schuin naar boven liep, waar de postzegel was geplakt. Maar Nolly schreef nooit schuin naar boven. De postzegel? Was het niet eens een keer gebeurd dat we in de BJ een boodschap hadden gekregen die precies in het kleine vierkantje achterop was geschreven? Terwijl ik moest lachen om mijn eigen overspannen fantasie, maakte ik het papier vochtig in de wasbak en weekte voorzichtig de postzegel los. Woorden. Daar was beslist iets op geschreven. Maar zo klein dat ik weer op de krib moest klimmen en de postzegel dicht bij de lamp houden. Alle horloges uit je kast zijn veilig. Veilig. Dus waren Eusie en Henk en Maria en ze waren veilig uit de geheime kamer gekomen. Ze waren ontsnapt. Ze waren vrij. Ik barstte in hevig snikken uit. Toen hoorde ik zware voetstappen op de gang. Haastig sprong ik van de krib af en schoof hem tegen de muur. Het luikje kletterde open. Wat is dat voor lawaai hier? Niet, ik zal het niet weer doen. Het luikje sloeg weer dicht. Hoe hadden ze het klaargespeeld? Hoe waren ze langs de bewaking gekomen?
Doet er niet toe, lieve heer. U was erbij en dat was het belangrijkste. Het was 3 mei. Ik zat op de krib te naaien. Sinds het pakje van Nolly gekomen was, had ik er een heerlijke nieuwe bezigheid bij gekregen. Ik trok 1 voor 1 draden uit de veelkleurige handdoek en borduurde daarmee figuren op mijn pyjama, die ik sinds kort niet meer onder mijn kleren droeg. Een raam met gerimpelde gordijnen, een bloem met een onnoemelijk aantal blaadjes. Ik was net begonnen met de kop van een kat boven het rechterzakje, toen het luik in de deur in 1 beweging open en weer dicht ging. En daar op de vloer van de cel lag een brief. Ik liet de pyjama vallen en rende erop af. Nolly's handschrift. Waarom beefde mijn hand toen ik hem opraapte? De brief was opengemaakt door de censuur en ook vastgehouden. Het postmerk was al ruim 1 week oud. Maar het was een brief. Een brief van thuis, de allereerste. Waarom was ik dan plotseling bang? Ik vouwde het papier open. Corrie, kun je erg dapper zijn? Nee, ik kon niet dapper zijn, maar ik dwong mezelf verder te lezen. Ik heb nieuws wat ik erg moeilijk vind om te schrijven. Vader heeft de arrestatie maar 10 dagen overleefd. Hij is nu bij de Heer. Ik stond met het papier tussen mijn handen, tot het dagelijkse bundel zonlicht de cel binnenviel, precies op de brief. Vader, vader. Het papier weerkaatste het felle licht dat met de schaduw van de tralies op de brief viel, terwijl ik de rest las. Nolly schreef geen details, niet hoe of waar hij gestorven was, zelfs niet waar hij begraven was. Er klonken voetstappen op de kokersloper in de gang. Ik rende naar de deur en drukte mijn gezicht tegen het luikje. Alsjeblieft, oh, alsjeblieft. De stappen hielden stil. Het luikje viel open. Wat is er? Alsjeblieft, ik heb slechte berichten gehad. Oh, alsjeblieft, ga niet weg. Wacht even. De voetstappen verwijderden zich, maar kwamen even later weer terug. Een gerammel van sleutels en de celdeur ging open. Hier. De jonge vrouw gaf me een tablet met een glas water. Het is een kalmerend middel. Deze brief heb ik net gekregen, legde ik uit. Er staat in dat mijn vader gestorven is. Het meisje staarde me aan. Je vader? Zei ze verbaasd. Ik begreep dat ik er erg oud en vervallen uitzag in de ogen van deze jonge vrouw. Ze stond even in de deuropening, kennelijk verlegen door mijn tranen. Wat er ook gebeurt, zei ze tenslotte, je hebt het jezelf op de hals gehaald door de wetten te overtreden. Lieve Heer Jezus, fluisterde ik, toen de deur dichtsloeg en haar voetstappen wegstierven. Wat ben ik dom geweest om van mensen hulp te verwachten, terwijl u er altijd bent. En dan te bedenken dat vader u nu ziet van aangezicht tot aangezicht. Te bedenken dat hij en moeder nu samen zijn en wandelen op de straten van goud. Ik trok de krib van de muur en onder de kalender kraste ik een andere datum. 9 maart 1944. Vader vrij. Betsy en Corrie werden uit de gevangenis in Scheveningen via het kamp voor politieke gevangenen in Vught naar Duitsland, naar Ravensbrück getransporteerd. Inmiddels was de winter ingevallen. Betsy en ik werden voor graafwerk te werk gesteld binnen het kamp. Soms voelde ik, als ik me bukte om een schep aarde op te tillen, een vreemde pijn om mijn hart. 'S nachts had ik kramp in mijn benen. Maar Betsy's gezondheid was het grootste probleem. Op een morgen, na een nacht dat het gestortregend had, merkten we dat de grond zwaar was van de nattigheid. Betsy had nooit zware dingen kunnen tillen.
Haar schepjes aarde waren maar heel klein en ze struikelde dikwijls als ze naar de kuil toe liep waar we de aarde in moesten gooien. Lanterfanter, luiswijn. De bewaakster griste de schop uit Betsy's handen en rende langs de groep spittende vrouwen om het handje vol aarde te laten zien dat Betsy kon optillen. Kijk eens wat mevrouw de barones kan werken. Ze is zeker bang om zich te veel in te spannen. De andere bewaaksters en zelfs een paar gevangenen begonnen te lachen. Toen er nog harder gelachen werd, voelde ik een woedende moordlust in me opkomen. De bewaakster was jong en wel doorvoed. Kon Betsy het helpen dat ze oud en uitgehongerd was? Maar tot mijn verbazing lachte Betsy mee. Ja, zo doe ik ook, gaf ze toe. Maar u kunt me beter met kleine beetjes tegelijk laten scharrelen, anders moet ik er helemaal mee ophouden. De dikke wangen van de bewaakster liepen vuurrood aan. Dat zal ik bepalen wie ermee ophoudt. Ze maakte de leren zweep van haar koppelriem los en sloeg Betsy over haar hals en borst. Zonder dat ik besefte wat ik deed, greep ik mijn schop en wilde op haar afrennen. Maar voordat iemand het bemerkt had, ging Betsy vlak voor me staan. Corrie, zei ze smekend, Corrie, ga aan je werk. Ze nam de schop uit mijn handen en stak hem in de modder. Minachtend slingerde de bewaakster de schop van Betsy naar ons toe. Nog steeds verbijsterd raapte ik hem op. Een rode vlek tekende zich af op de kraag van Betsy's jurk. Dwars over haar hals werd een dikke streep zichtbaar. Betsy zag dat ik ernaar keek en legde haar broodmagere hand over de bloedige striem. Kijk er maar niet naar, Corrie. Kijk alleen naar Jezus. Betsy's gezondheid ging achteruit. Ze hoestte, gaf bloed op en had 40 graden koorts. Dat was nodig om in de ziekenbarak te komen. Zij zag het als een kans te kunnen spreken met al die mensen die op de rand van de eeuwigheid leefden. Maar Corrie voelde zich alleen. Smorgens hing er een koude, natte mist over de Lagerstrasse. Ik was dankbaar dat Betsy niet buiten hoefde te staan. De hele dag lag de dichte mist als een natte deken over Ravensbrück. Het was een sombere dag waarop elk geluid werd gesmoord en het leek of het nooit licht zou worden. Ik werkte nu bij de aardappelploeg die emmers aardappelen naar lange greppels moesten brengen, waar ze tegen de komende vorst met aarde werden toegedekt. Ik was blij met dit zware lichamelijke werk, waardoor ik geen last had van het vochtige weer. Bovendien kon je, als de bewaaksters niet keken, zo nu en dan hap nemen van een rauwe aardappel. De volgende dag, toen de mist nog steeds als een wit lijkkleed over het kamp lag, werd mijn verlangen naar Betsy ondraaglijk. Zodra het appel afgelopen was, ondernam ik in mijn wanhoop een roekeloos waagstuk. Mimi had me verteld hoe je in de ziekenbarak kon komen, zonder dat je de wachtpost bij de voordeur hoefde te passeren. Het wc-lokaal aan de achterkant, zei ze, had een groot raam dat zo krom getrokken was dat het nooit goed sloot. Omdat er in de ziekenbarak geen bezoek werd toegelaten, kwamen familieleden van de zieken dikwijls op deze manier binnen. In de dichte mist was het gemakkelijk ongezien bij dit raam te komen. Ik hees me erdoor. En toen zag ik een gang die me bekend voorkwam. Ik liep vlug, ja, holde bijna van deur tot deur. Eindelijk, de zaal waar ik Betsy had achtergelaten. Er was nergens iemand van het personeel te bekennen. Ik liep tussen de kribben door en zocht alle gezichten af. Corrie! Betsy zat rechtop op een krib vlak bij het raam. Ze zag er beter uit. Haar ogen glansden. Er lag wat kleur op haar wangen. Er was nog geen verpleegster of dokter bij haar geweest, vertelde ze. Maar de gelegenheid om stil te liggen en niet naar buiten te hoeven had haar al goed gedaan. 3 dagen later kwam Betsy weer in barak 28. Ze was nog steeds niet onderzocht en had ook geen enkel medicijn gekregen.
Haar voorhoofd was heet van de koorts, maar de blijdschap dat ze weer terug was, was veel groter dan mijn bezorgdheid. Maar wat het beste was, ze werd nu, omdat ze in de ziekenbrak had gelegen, voorgoed ingedeeld bij de breibrigade. Dit werk was voor de zwakste onder de gevangenen. En er waren er nu zoveel dat ze ook al in de slaapzalen zaten te breien. Zij die in de slaapzalen werkten stonden onder veel minder strenge bewaking dan zij die aan de tafel zaten. En zo kon Betsy het grootste deel van de dag het evangelie brengen aan de vrouwen rondom haar. Ze was een erg vlugge breister. En daardoor had ze ver voor het middaguur haar dagelijkse kwantum al af. Ze hield onze Bijbel bij zich en las er urenlang uit voor, terwijl ze van het ene bed naar het andere ging. Op een avond kwam ik terug in de barak, na mijn werk bij een sprokkelploeg buiten de muur. Er lag een dunne laag sneeuw op de grond. En het was niet gemakkelijk de stokken en twijgen te vinden waarmee in elke zaal een klein kacheltje gestookt werd. Betsy wachtte me op, als altijd, en samen stonden we in de rij voor het eten. Haar ogen tintelden van pret. Je ziet eruit alsof je erg in je schik bent, zei ik. Weet je, we hebben toch nooit begrepen waarom we zoveel vrijheid hebben in de grote slaapzaal, zei ze. Nou, ik heb het ontdekt. Die middag vertelde ze, was er in de breigroep verschil van mening ontstaan over de mate van de sokken. En daarom hadden ze de vrouwelijke opzichter gevraagd even te komen om de zaak recht te zetten. Maar ze wilde niet. Ze wilde geen stap binnen de deur doen. En de andere bewaaksters ook niet. En weet je waarom? Betsy kon niet verhinderen dat haar stem triomfantelijk klonk. Vanwege de vlooien. Dat zei ze ook, het kriool daar van de vlooien. Ik dacht direct terug aan de eerste dag dat we hier in deze barak waren. Ik herinner me hoe Betsy God gedankt had voor deze schepsels waar ik, daar was ik zeker van, nooit aan zou kunnen wennen. Een paar dagen later kreeg de hele werkbrigade waar ik bij hoorde het bevel voor medische controle naar de ziekenbrak te gaan. Ik legde mijn jurk op de stapel achter de deur en sloot me bij de rij naakte vrouwen aan. Voor ons zag ik tot mijn verbazing een dokter met een stethoscoop die te werk ging alsof het een echt onderzoek was. Waarvoor is dit? Vroeg ik fluisterend aan de vrouw die voor me stond. Controle voor transport, fluisterde ze terug zonder haar hoofd om te draaien. Werk in de munitiefabrieken. Transport? Nee, dat was onmogelijk. Ze konden mij niet wegsturen. Lieve heer, laat niet toe dat ze me van Betsy scheiden. Maar tot mijn grote schrik ging ik van het ene onderzoek naar het andere. Hart, longen, hoofd, keel en nog steeds stond ik in de rij. Velen vielen onderweg af, maar die overbleven zagen er niet veel sterker uit. Gezwollen buik, ingevallen borst, spillebenen. Duitsland had zeker een hopeloos tekort aan werkkrachten. Ik bleef staan bij een vrouw met een vuile witte jas. Ze draaide me met het gezicht naar een kaart aan de muur. Haar hand op mijn blote schouder was koud. Lees de kleinste letters die je kunt onderscheiden. Ik kan er geen enkele van lezen. Heer, vergeef me. Alleen de bovenste letter, die grote E. De bovenste letter was een F. Toen keek de vrouw me pas goed aan. Je kunt vast wel beter zien. Wil je soms afgekeurd worden? Ja, dokter. Mijn zuster is hier in Ravensbrück. Ze is ziek. Ik kan haar niet alleen laten. De dokter ging aan het tafeltje zitten en krabbelde iets op een stuk papier. Kom morgen terug voor een bril. En toen de enorme trucks de volgende morgen over de Lage Straße wegreden, stond ik in een gang van de ziekenbrak op mijn beurt te wachten voor een bril. De jonge man die me hield was misschien wel een oogarts, maar zijn hele uitrusting bestond uit niet meer dan een verzameling gebruikte brillen. Ik vond er geen die me paste en tenslotte kreeg ik het bevel naar mijn werkploeg terug te gaan. Ik was natuurlijk niet ingedeeld, omdat ze mij voor transport hadden aangewezen.
Ik wist niet wat ik doen moest en daarom ging ik naar barak 28. Ik kwam de middenzaal binnen. De vrouwelijke opzichter keek op over de hoofden van de groep breiende vrouwen. Nummer, vroeg ze. Ik noemde het en ze schreef het in een schrift met een zwart kaft. Neem maar wol en een patroontje mee, ging ze verder. Je zult een plekje ergens in de slaapzaal moeten vinden. Hier kun je niet meer bij. En ze richtte haar aandacht weer op de sokken die voor haar op tafel lagen. Ik knipperde met mijn ogen van verbazing en bleef een ogenblik midden in de grote zaal staan. Toen griste ik een streng donkergrijze wol mee en rende naar de deur van de slaapzaal. En zo begonnen de heerlijkste weken van de hele tijd dat we in Ravensbrück waren. In dit heiligdom van Gods vlooien brachten Betsy en ik zijn woord aan allen die in de zaal waren. We zaten aan het bed van stervenden die de poort van de hemel zagen openstaan. We zagen hoe mensen die alles kwijt waren, rijk werden in de hoop op de heerlijkheid na dit leven. De breiende vrouwen in barak 28 vormden samen het biddende hart van deze enorme, doodzieke samenleving die Ravensbrück heette. En we deden voorbeden voor alle die in het kamp verblijf hielden. Voor de bewaaksters, op aandringen van Betsy. En voor de gevangenen. Onze gebeden gingen verder buiten de betonnen muren voor het herstel van Duitsland, van Europa, van de wereld. Zoals moeder het eens deed toen ze gevangen was in haar zieke lichaam. En terwijl wij baden begon God tot ons te spreken over de wereld na de oorlog. Hier, waar sirenes en luidsprekers voor ons beslisten, vroeg God ons wat wij in de jaren die voor ons lagen zouden gaan doen. Het was voor Betsy een uitgemaakte zaak dat wij, zij en ik, samen een huis zouden hebben, een groot huis, veel groter dan de BJ, waar mensen die gekwetst waren door het leven in een concentratiekamp zouden kunnen blijven, totdat ze weer tegen het leven in een normale wereld waren opgewassen. Het is een prachtig huis, Corrie. Overal parketvloeren en beelden langs de muren en een brede wenteltrap. En grote tuinen. Aan alle kanten tuinen, met bloemen erin. Dat zal hun goed doen, Corrie, bloemen verzorgen. Iedere keer staarde ik Betsy verbaasd aan wanneer ze hierover sprak. Ze praatte altijd alsof ze de dingen die ze beschreef werkelijk zag. Alsof die brede trap en die vrolijke tuin echt bestonden en deze overvolle vuile barak maar een droom was. Maar het was geen droom. Het was een bittere, pijnlijke, eindeloos durende werkelijkheid. Intussen werd het steeds kouder. Op een avond tijdens het appel begon ergens verderop in de Lagerstrasse een groep vrouwen ritmisch te stampen. Het geluid werd sterker naarmate meer mensen gingen meedoen. De bewaaksters zeiden er niets van en op het laatst maakten alle vrouwen die op appel stonden passen op de plaats. De versleten schoenen klapperden op de bevroren grond. Hierdoor begon het bloed sneller door onze verkleumde voeten en benen te stromen. Na die keer ging het appel altijd gepaard met het stampen van duizenden voeten in de lange, donkere straat. Naarmate het kouder werd, kwam die ene verzoeking meer en meer op ons af, namelijk de verzoeking om alleen maar aan jezelf te denken. Ze openbaarde zich op duizend sluwe manieren. Ik ontdekte al gauw dat als we bij een appel midden in de rijen een plaatje hadden kunnen vinden, we een beetje tegen de wind beschermd waren. Ik wist dat dit egoïstisch was, want als Betsy en ik in het midden stonden, moest iemand anders aan de kant staan. En het was o zo gemakkelijk hiervoor een smoesje te bedenken. Ik deed het natuurlijk alleen om Betsy. We hadden hier een belangrijke opdracht te vervullen en daarom moesten we gezond blijven. In Polen was het kouder dan in Nederland, dus konden de Poolse vrouwen misschien beter tegen de kou dan wij. Egoïsme begon de kop op te steken. Toen ik merkte dat het voorraadje gist dat we van Mimi hadden gekregen begon te slinken, haalde ik het zakje pas onder het stro vandaan als de lichten uit waren, zodat de anderen het niet zouden zien.
Was het niet belangrijker dat Betsy gezond bleef? En als het dan niet helemaal in de haak was, het was toch geen zonde, wel? Geen echte zonde, zoals sadisme en moord en de andere verschrikkelijke dingen die we iedere dag in Ravensbrück zagen. O, dat was de grote list van Satan in die samenleving waar hij de heerschappij voerde. Hier stelde hij het kwaad zo open en bloot ten toon dat je bijna ging geloven dat je eigen heimelijke zonden er niet meer toe deden. Was het dan toevallig dat de blijdschap en de kracht ongemerkt uit mijn getuigenis verdwenen? Mijn gebeden werden een mechanisch ritueel. Zelfs het lezen in de Bijbel werd saai en nietszeggend. Betsy probeerde het van me over te nemen, maar doordat ze zo verschrikkelijk moest hoesten, kon ze niet voorlezen. En zo worstelde ik me door de diensten heen die hun betekenis hadden verloren. Totdat ik op een druilerige middag, toen er nauwelijks licht genoeg door het raam viel om te kunnen lezen, kwam bij het gedeelte waar Paulus spreekt over de doorn in het vlees. 3 keer, zei hij, had hij God gebeden om deze zwakheid van hem weg te nemen, wat die ook mocht zijn. En iedere keer had God gezegd dat hij op zijn genade moest vertrouwen. Aan het eind kwam Paulus tot de slotsom, die woorden schenen regelrecht mijn hart binnen te dringen, dat hij juist voor zijn zwakheid mocht danken. Hierdoor wist Paulus dat geen van de wonderen en tekenen die op zijn evangelieprediking volgden te danken waren aan zijn eigen goede eigenschappen. Het was alleen de kracht van Jezus Christus, niet die van Paulus. En ineens zag ik het. De waarheid scheen als helder zonlicht in de schemerige barak 28. De zonde die ik begaan had, was niet dat ik midden in de rij een plaatje had gezocht. De werkelijke zonde lag hierin, dat ik dacht dat het in mijn macht lag mensen te helpen en te bekeren. Natuurlijk was het niet mijn volmaaktheid, maar die van Jezus Christus waardoor mensen veranderd werden. Het licht van de korte winterdag begon te verdwijnen. Ik kon de woorden niet meer lezen. En daarom deed ik de Bijbel dicht en begon de vrouwen die dicht om me heen zaten de waarheid over mezelf te vertellen. Mijn egoïsme, mijn prikkelbaarheid, mijn liefdeloosheid. Die avond was er weer echte vreugde in mijn gebed. Het scheen dat de wind bij ieder appel scherper werd. Als Mimi het kon klaarspelen, smokkelde ze uit de stafkamer kranten mee, die we onder onze kleren stopten. Het blauwe vestje van Nolly dat Betsy onder haar jurk droeg, was zwart van de druk inkt. Door de kou kreeg Betsy last van haar benen. Soms kon ze ze 's morgens helemaal niet bewegen. En dan moesten we haar met ons tweeën naar het appel dragen. Ze was niet zwaar. Ze woog niet meer dan een kind. Maar ze kon niet meer met haar voeten stampen zoals wij, om het bloed beter te laten stromen. Als we weer in de slaapzaal terugkwamen, wreef ik haar voeten en handen, maar het hielp niet veel. Mijn eigen handen werden er alleen maar koud door. In de week voor Kerstmis kon Betsy bij het wakker worden haar armen en benen helemaal niet meer bewegen. Ik wrong me door het overvolle gangetje naar de middenzaal. De slang had dienst. Alsjeblieft, smeekte ik, mijn zuster is ziek. O, alsjeblieft, ze moet naar de ziekenbarak. In de houding, je nummer? Gevangene 66.730 meldt zich. Alsjeblieft, mijn zuster is ziek. Alle gevangenen moeten naar het appel. Als ze ziek is, kan ze zich vervoegen bij de ziekenbarak. Marijke de Graaf, een Nederlandse vrouw die op de verdieping boven ons sliep, en ik maakten met onze handen een stoeltje voor Betsy en droegen haar naar buiten. In de Lange Strasse was het ritmische stampen al begonnen. We droegen haar naar de ziekenbarak. Maar plotseling hielden we stil. In het licht van de straatlantaarn stond een rij vrouwen tot om de hoek van de ziekenbarak. In de sneeuwmodder lagen al 3 vrouwen dood, die op hun plaats in elkaar waren gezakt. Zonder een woord keerden Marijke en ik ons om en droegen Betsy terug naar de Lagerstrasse. Na het appel legden we haar weer in bed. Ze probeerde ons iets te zeggen,
maar ze sprak langzaam en onduidelijk. Ik moest me heel dicht over haar heen buigen om haar te kunnen verstaan. Ze had het over een kamp in Duitsland. Geen gevangenis meer, maar een tehuis waar mensen die het slachtoffer van deze levensbeschouwing van haat en geweld waren geworden, vrijwillig konden komen wonen. Geen muren, geen prikkeldraad meer en bloembakken voor de ramen. Dat zal hun goed doen als ze bloemen kweken. Mensen kunnen van de bloemen leren anderen lief te hebben. Nu wist ik wat ze bedoelde. Het Duitse volk. Ik dacht aan de slang die morgen in de middenzaal had gestaan. Je nummer. Alle gevangenen moeten op appel komen. Ik keek naar het verschrompelde gezicht van Betsy. Moeten we dit kamp in Duitsland hebben, Betsy, in plaats van het grote huis in Nederland? O nee, ze keek verschrikt. Weet je, we moeten eerst het huis hebben. Het is er al. Het staat op ons te wachten. Zulke hoge, hoge ramen. De zon schijnt naar binnen. Zijn we dan samen, Betsy? Gaan we dit allemaal samen doen? Weet je dat zeker? Altijd samen, Corrie. Jij en ik. Altijd samen. Toen de volgende morgen de sirene ging, droegen Marijke en ik Betsy weer uit de slaapzaal. De slang stond bij de buitendeur. Toen we langs haar heen wilden schuiven met ons broze vrachtje, hield ze ons tegen. Breng haar weer terug naar de slaapzaal. Ik dacht dat alle gevangenen... Breng haar terug. Verwonderd brachten we Betsy weer naar bed. De hagel kletterde tegen de ramen. Was het mogelijk dat zelfs deze wrede bewaakster door de sfeer van brak 28 was aangeraakt? Zodra het appel voorbij was, rende ik terug naar de slaapzaal. Daar stond de slang naast onze Brits. Twee ziekenhelpsters zetten juist een brancard neer. Alsof ze betrapt was, richtte de slang zich op toen ik binnenkwam. Gevangenis klaar voor vervoer, snauwde ze. Ik keek deze vrouw onderzoekend aan. Waarom had ze het risico van besmetting met vlooien en luizen gelopen? Om Betsy het wachten bij de ziekenbarak te besparen? De hagel striemde ons gezicht toen we buiten kwamen. Ik ging vlak naast de brancard lopen om Betsy een beetje te beschermen. We liepen langs de rij wachtende zieken door de deur naar een grote ziekenzaal. Ze zette de brancard op de grond en ik boog me over Betsy heen om te horen wat ze zei. Moeten de mensen vertellen welke lessen we hier hebben geleerd? We moeten ze vertellen dat er geen put zo diep is, of hij is nog altijd onder ons met zijn eeuwige armen. Ze zullen naar ons luisteren, Corrie, omdat we hier geweest zijn. Ik keek naar het uitgeteerde lichaam. Maar wanneer zal dat dan zijn, Betsy? Nu, direct, oh, heel gauw. Op de eerste dag van het nieuwe jaar, Corrie, zullen we vrij zijn. Een verpleegster kreeg me in de gaten. Ik liep achteruit naar de deur en zag hoe ze Betsy op een smalle krib vlak bij het raam legden. Ik rende om het gebouw heen. Eindelijk zag Betsy me. We glimlachten tegen elkaar en onze lippen vormden geluidloze woorden, totdat een agent van de kamppolitie schreeuwde dat ik moest doorlopen. Rond het middaguur legde ik mijn breiwerk neer en ging naar de middenzaal. Gevangene 66.730 meldt zich. Vraag verlof om de ziekenbarak te bezoeken. Ik stond kaarsrecht. De slang keek op en krabbelde mijn nummer op een auswijs. Buiten hagelde het nog steeds. Ik kwam bij de deur van de ziekenzaal, maar de verschrikkelijke verpleegster liet me niet binnen. Zelfs niet met mijn auswijs. Ik wachtte tot de verpleegster de zaal had verlaten. Toen tikte ik zachtjes op het raam. Betsy deed haar ogen open. Langzaam draaide ze haar hoofd om. Gaat het goed? Ik vormde de woorden met mijn lippen. Ze knikte. Je moet goed uitrusten, ging ik verder. Ze bewoog haar lippen om te antwoorden, maar ik kon het niet volgen. Ze vormde de woorden nog een keer. Ik hield mijn hoofd schuin op dezelfde hoogte als zij. De blauwe lippen bewogen weer.
zoveel werk te doen. Zodra het appel de volgende morgen voorbij was, ging ik naar de ziekenbarak, toestemming of niet. Ik kwam bij het raam en hield mijn handen aan weerskanten van mijn gezicht om goed naar binnen te kunnen kijken. Er stond een verpleegster precies tussen Betsy en mij in. Ik bukte me, wachtte even en keek toen weer. Er was een tweede verpleegster bijgekomen. Nu stonden ze samen in de weg, zodat ik niet kon zien wat ik wilde zien. Toen ging de een aan het hoofdeind en de ander aan het voeteneind staan. Ik staarde nieuwsgierig naar wat er op de krib lag. Het was een beeldhouwwerk, uitgesneden in oud ivoor. Geen enkel kledingstuk bedekte dit lichaam. Ieder ivoren rib was te zien en de tanden tekenden zich af onder de perkamenten wangen. Het duurde even voor ik besefte dat het Betsy was. De verpleegsters namen elk twee punten van het laken. Ze tilden het op en droegen het vrachtje de zaal uit. Corrie, ik draaide me om en zag Mimi op een draf naar me toe komen. Corrie, ik heb je overal gezocht. O, Corrie, kom mee. Ze greep me bij de arm en trok me mee naar de achterkant van de ziekenbarak. Toen ik merkte waar ze me heen wilde brengen, trok ik mijn arm los. Ik weet het, Mimi, ik weet het al. Maar ze luisterde niet. Ze greep me weer vast, bracht me naar het raam van het wc-lokaal en duwde me voor zich uit naar binnen. In de stinkende ruimte stond de verpleegster. Ontsteld wilde ik weer terugklimmen, maar Mimi was achter mij. Dit is haar zuster, zei Mimi tegen de verpleegster. Ik draaide mijn hoofd om. Ik wilde niet naar de doden kijken die op een rij langs de muur lagen. Mimi legde haar arm om mijn schouder en trok me mee naar de andere kant van het lokaal. Ik verzette me tegen de hartbrekende aanblik van die rij. Corrie, kijk eens. Ik sloeg mijn ogen op en zag het gezicht van Betsy. Heer Jezus, wat hebt u gedaan? O Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Wilt u me zo troosten? Want daar lag Betsy met gesloten ogen alsof ze sliep. Haar gezicht was vol en jong. De lijnen van zorg en verdriet, de diepe holte van honger en ziekte, alles was eenvoudig weggevaagd. Voor mij lag de Betsy uit Haarlem, gelukkig en vredig, sterker, vrijer. Zelfs haar haar was mooi glad gestreken, alsof een engel het had opgemaakt. Vol verwondering keerde ik me tenslotte naar Mimi. De verpleegster ging stil naar de deur en deed hem zelf voor ons open. U kunt door de gang gaan, zei ze zacht. Nog één keer keek ik naar het stralende gezicht van Betsy. Toen stapten Mimi en ik samen door de deur. Twee ochtenden na haar dood stonden we op appel. Maar terwijl de andere barakken vrij kregen, moesten wij blijven staan, de ogen recht vooruit. De luidspreker kraakte. Ten Boom Cornelia. Een ogenblik bleef ik wezenloos staan waar ik stond. Ik was zo lang gevangene 66.730 geweest, dat ik bijna vergat om mijn naam te reageren. Ik liep naar voren. Ik strompelde achter de bewaakster aan naar de administratiebarak. Een aantal gevangenen stond in de rij voor een groot loket. Daarachter zat een beambte die een stempel drukte op een papier en het aan de vrouw tegenover hem overhandigde. Entlassen, zei hij. Entlassen? Ontslagen? Was die vrouw dan vrij? Was dit? Waren we allemaal? Hij riep een naam en een andere gevangene kwam voor het loket en hield me vast om niet te vallen. Hij zette een handtekening en een stempel en toen had ik het in mijn hand. Een stuk papier met mijn naam en geboortedatum. En bovenaan in grote zwarte letters bewijs van ontslag. Verbijsterd volgde ik de anderen door een deur aan de linkerkant.
Daar bij een ander loket kreeg ik een spoorkaartje waarmee ik door Duitsland naar de Nederlandse grens kon reizen. Buiten dit kantoor stuurde een bewaakster me door een gang naar een andere ruimte. Daar stonden de andere gevangenen die voor mij aan de beurt waren geweest. Ze trokken hun jurk uit en gingen in een rij tegen de achterwand staan. De kleren daar, zei een dienstdoende gevangene. Dit is het medische onderzoek voor de entlassing, legde ze uit. Eindelijk kwam de dokter, een jongen met sproeten in een militair uniform. Met onverholen minachting liet hij zijn ogen langs de rij gaan. Toen hij bij mij kwam, bekeek hij me van boven naar beneden. Er kwam een trek van afkeer op zijn gezicht. Eudeem, zei hij, ziekenbrak. Hij was weg. Dus, we worden niet vrijgelaten? Ik denk van wel, zodra de dikte van je benen verdwenen is, zei de helpster. Ze laat je alleen gaan als je gezond bent. Iedere morgen ging ik naar de kliniek, vooraan in de ziekenbarak, waar ik het stampen op de lage strassen kon horen. Iedere keer was het vonnis, oedeem van voeten en enkels. Velen die in de kliniek kwamen, waren net als ik vrijgelaten gevangenen. Sommigen waren al maanden geleden vrijgelaten. Hun ontslagbewijs en hun reisbiljetten waren gescheurd van het telkens weer open- en dichtvouwen. Wat zou er gebeurd zijn als Betsy nog geleefd had? Vast en zeker zouden we samen zijn vrijgelaten. Maar Betsy zou nooit, nooit bij dit onderzoek goedgekeurd zijn. Wat zou er gebeurd zijn als ze hier bij me was? Wat als ik wel goedgekeurd was en zij? Er is geen als in Gods koninkrijk. Ik hoorde het haar zeggen met haar zachte stem. Hij regelt alle dingen op volmaakte wijze. Zijn wil is onze schuilplaats. Heer Jezus, houd mij in uw wil. Als ik uit uw wil ga, vrees ik voor het ergste. De volgende morgen zette de dokter die dienst had op mijn ontslagbewijs het stempel dat ik medisch goedgekeurd was. Terwijl eerst de tijd was omgekropen, volgden de gebeurtenissen elkaar nu zo snel op dat het me verbijsterde. In een houten loods, vlak bij de uitgang van het kamp, kreeg ik kleren. Ik moest een formulier ondertekenen dat ik in Ravensbrück nooit ziek was geweest, nooit een ongeluk had gehad en dat de behandeling goed was geweest. Ik tekende. In een ander gebouw kreeg ik een dagrantsoen brood en voedingsbonnen voor de volgende 3 dagen. Ik kreeg mijn horloge, mijn Nederlandse geld en moeders ring terug. En toen stond ik met een groepje van 10 of 12 vrouwen achter de grote poort. De zware ijzeren deuren zwaaiden open. Vlak achter een bewaakster liepen we erdoor. Het was nieuwjaarsdag 1945. Betsy had gelijk gehad. Zij en ik waren vrij. Op het stationnetje draaide de bewaakster zich om en liet ons staan zonder ons verder met een blik te vervaardigen. De reis duurde eindeloos. Er waren treinen die kwamen. Er waren treinen die niet kwamen. Ik stapte in en ik stapte uit. En toen stond ik in de rij bij een douanegebouwtje. En op het stationnetje stond Nieuweschans. Ik was in Nederland. Corrie werd opgevangen in een ziekenhuis. Ze knapte op. Na 2 weken kon ze meerijden met een voedseltransport naar Hilversum, naar familie. Vandaar ging ze naar Haarlem, naar de BJ. Ze was thuis. Diezelfde week nog begon ik met spreken. Als God dit nieuwe werk voor mij bestemd had, dan zou hij me er de moed en de woorden voor geven. Ik hobbelde op mijn kale velgen door de straat en de buitenwijken van Haarlem om de boodschap te brengen dat, als het ergste gebeurt voor een kind van God, het beste blijft.
Ik sprak op deze bijeenkomsten altijd over Betsy's eerste droom. Een huis hier in Nederland, waar zij die geestelijk gewond waren weer konden leren zonder angst te leven. Na afloop van een van deze bijeenkomsten kwam een slanke, deftige dame naar me toe. Ik kende haar van gezicht. Het was mevrouw Beerns de Haan. Ze had een huis in Bloemendaal waarvan men zei dat het een van de mooiste villa's van Nederland was. Ik ben weduwe, zei mevrouw Beerns de Haan, maar 5 zoons van me zitten in het verzet. 4 zijn gezond en wel. Van de 5e hebben we niets meer gehoord sinds hij naar Duitsland is gedeporteerd. Tijdens uw toespraak was er iets in me dat telkens zei: Jan zal terugkomen en dan moet je uit dankbaarheid jouw huis openstellen voor deze droom van Betsy ten Boom. 2 weken later kwam een geurige enveloppe aan onze zijdeur af. Op het briefje stond dit ene zinnetje: Jan is thuis. Mevrouw Beerns de Haan ontving me bij de ingang van het park rondom haar villa. Samen liepen we langs de oprijlaan met de oude eikenbomen die boven ons hoofd een groen dak vormden. Toen we de laatste bocht omgingen, zag ik het liggen. Een groot herenhuis met wel 56 kamers, omgeven door een groot grasveld. 2 oudere tuinlieden waren aan het werk in de bloembedden. We hebben de tuin wat verwaarloosd, zei mevrouw Beerns de Haan, maar ik dacht dat we hem weer moesten laten opknappen. Gelooft u niet dat mensen die gevangen hebben gezeten hun genezing zouden kunnen vinden in het kweken van allerlei planten en bloemen? Ik gaf geen antwoord. Ik stond te kijken naar het zadeldak en de glas in lood ramen. Zulke hoge, hoge ramen. Zijn er... Mijn mond was droog. Zijn er parketvloeren binnen en een brede galerij rondom een hal? En beelden langs de muren? Mevrouw Beerns de Haan keek me verrast aan. U bent er al geweest? Ik herinner me niet. Nee, zei ik, maar ik heb het gehoord van... Ik hield op. Hoe kan ik iets uitleggen wat ik zelf niet begreep? Van iemand die hier wel geweest is, vulde ze aan. Ze begreep mijn verbijstering niet. Ja, zei ik. Van iemand die hier geweest is. De 2e week in mei rukten de geallieerde troepen Nederland binnen. De Nederlandse vlag hing uit ieder huis en het Wilhelmus werd elke dag gespeeld over de radio, die natuurlijk ook weer vrij was. Het Canadese leger bracht het voedsel dat ze langs de grenzen hadden opgeslagen snel naar de grote steden. In juni kwamen de eerste van vele honderden mensen in het mooie huis te Bloemendaal. Stil of voortdurend pratend over wat ze hadden meegemaakt. Teruggetrokken of heftig en agressief. Het waren alle beschadigde mensen. Ik ging door met spreken, gedeeltelijk omdat het huis in Bloemendaal van vrijwillige bijdrage moest bestaan. Gedeeltelijk omdat steeds meer mensen de geschiedenis van Betsy wilden horen. Ik reisde over heel Nederland, naar andere Europese landen, naar de Verenigde Staten. Maar de nood was het grootst in Duitsland. Dit land van ruïnes, van steden in as en puin, en wat veel erger was, van puin in de harten en gedachten van mensen. Je hoefde maar even over de grens te gaan om de zwaarte die over het land hing te voelen. De meest dringende nood in het Duitsland van na de oorlog was huisvesting. Men zei dat 9 miljoen mensen geen woning hadden. Een kerkelijke groep nodigde me uit te spreken voor 100 gezinnen die in een lege fabriek woonden. Hoe kon ik tot deze mensen spreken over de werkelijkheid van Gods hulp, als ik na mijn toespraak weer terugging naar de rustige kamer in het tehuis buiten de stad waar ik logeerde? Nee, voordat ik hun een boodschap kon brengen, zou ik eerst zelf bij deze mensen moeten gaan wonen. Gedurende de maanden die ik in deze fabriek doorbracht, kwam het hoofd van een hulporganisatie mij bezoeken. Ze hadden gehoord van mijn werk van wederopbouw in Nederland. En ze vroegen zich af...
We hebben een plaats voor zulk werk gevonden, zei hij. Het is een voormalig concentratiekamp dat pas door de regering is vrijgegeven. We reden naar Darmstadt om het kamp te bekijken. Grote rollen roestig prikkeldraad vormden nog steeds de omheining. Ik liep langzaam over de sintelweg tussen de eentonig grijze barakken. Ik duwde een krakende deur open. Ik stond tussen rijen ijzeren kribben. Bloembakken, zei ik, aan elk raam één. Het prikkeldraad moet natuurlijk weg. En dan hebben we verf nodig. Groene verf. Lichtgroen. De kleur van de lente. Wat Betsy heeft gezien als in een droom, is werkelijkheid geworden. Van 1946 tot 1960 stond het kamp Darmstadt open voor mensen die de weg door het leven kwijt waren. Het huis van mevrouw Bierens de Haan in Bloemendaal heeft tot 1950 gediend als herstellingsoord voor oorlogsslachtoffers. Daarna kwamen er ook andere mensen die herstel nodig hadden. Corrie heeft al haar tijd, totdat ze ziek werd, gepredikt. Ze heeft in 62 landen de waarheid die ze in Ravensbrück geleerd heeft doorgegeven. En die waarheid was: in het middelpunt van zijn wil, waar dan ook, hoe moeilijk ook, staat Jezus garant voor overwinning.